krijg nieuwe oortjes, dus ik laat mijn oren uitspuiten. Ik weet niet of jullie er allemaal op zitten te wachten, maar ik film het toch. Dit is heel vies gezien. Is dan iets gek door je neus? Ja, nou, mensen vragen altijd waarvoor zijn die oortjes die je in je oren hebt, maar dan kun je het geluid natuurlijk beter horen. En nou gaat natuurlijk zo direct het cement in mijn oren. Ja, de ene doet het in zijn gezicht en de andere in zijn oren. Ik in mijn oren. Nou, op ik kom in de keuken. Ik denk, oh mijn god, wat is dit? Zulke vlammen uit mijn broodroos. En we gaan even naar de Harbour Club, want we zijn uitgenodigd met een show van Hans Klok. Nou jongens, leuk dat jullie weer naar mijn nieuwe vlog kijken. Ik moet je zeggen, het werk begint langzaam weer een beetje te komen. Ik heb van de week tv-opnames gehad voor het programma Hazes is de Basis. Daar zien jullie de komende weken wat fragmenten van. Wat hebben we van de week nog meer gedaan? Ik ben van de week even naar de Harbour Club geweest. En dat was een show van Hans Klok. En ik ben ook nog bij de KNO-arts geweest. Omdat ik mijn oren uit moest laten spuiten. En ik nieuwe oortjes aangemeten krijg. Dat kunnen jullie allemaal zien op deze vlog. En ook hoe ik mijn oren uitspuit. En ook hoe mijn stembanden er van binnen uitzien. Jeetje, wat zie ik eruit. Nou, ik ben even bij de KNO-arts, bij Dennis. Goedemiddag. Ja, en Dennis is, ja, die doet natuurlijk, er komen heel veel BN'ers bij deze man, omdat het dus ook een hele kundige KNO-arts is. Maar ik krijg nieuwe oortjes, dus ik laat mijn oren uitspuiten. Ik weet niet of jullie er allemaal op zitten te wachten, maar ik film het toch. Die tekeningen, hebben je kinderen die tekeningen gemaakt allemaal? Ja, onder andere mijn eigen kinderen en mijn patiënten. Wat leuk. Och jee. Zie je het? Zie je het? Het is heel vies gezien. Ja, valt er mee. Nou, zo, het zit een beetje uit. Zo. Dat is één. En dat is twee. Hey, moet ik nog even kijken naar die stemmannen voor de zekerheid? Dat is lastig voor je. Ja, het is dan iets gek door je neus. Oh, bon. Zo. Adem maar door je neus. En zeg maar eens. Even rapsen. Ja, lekker. Keurig. Ah. Daar zien we niks van. Ah. Ja, nou, mensen vragen altijd waarvoor zijn die oortjes die in je oren hebt, maar dan kun je het geluid natuurlijk beter horen. De definitie van de band of van de band, net hoe je optreedt. En nou gaat natuurlijk zo direct het cement in mijn oren om te kijken hoe de afdruk is. Want het is dus zo dat de binnenkant van je oren om de zoveel tijd kan veranderen. En dat betekent dat je ook weer nieuwe oortjes moet hebben. Nou ja, dat is natuurlijk prachtig. En ik laat jullie het zo even zien hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Er gaat eerst een, ja, wat zal ik zeggen, een soort dingetje in en dat drukken ze tegen je trommelvlies aan. Want als het dan uithardt, dan kan het ook zo zijn dat ze er anders niet meer uitkrijgen. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Oh, en dan gaat het cement erin, hè? Om het even duidelijk te maken, het is natuurlijk geen cement. Wat is het eigenlijk wat erin gaat? Siliconen. Dat zeg ik, siliconen. Botox. Ja, de een doet het in zijn gezicht en de ander in zijn oren, ik in mijn oren. Zo. Er gaat nogal wat in, hè? Is het wat geworden? Oh, kijk eens. Ja, 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 ja. Zeker, kunnen we wel wat mee. Ja, ja. Ja. Nou, ik heb mijn oren speciaal nog uit laten spuiten vanmorgen, dus dat moet goed komen. Even mijn lieve interieurverzorgster Roosje, die altijd voor me klaarstaat. En we hebben het even over kerst en oud en nieuw. En over alle mooie dingen, maar ook vooral over de hele trieste dingen. Maar nou vertelt ze me net weer een verhaal. Dat geloof ik bijna niet. Was het nou kerstavond of niet? Ja. Het was de eerste kerstdag. Ik was vrijdags voor kerst, was ik op mijn werk en ik was niet lekker. Dus mijn mensen zeggen, we sturen je naar huis. Ze hadden mijn hartslag gemeten in rust. Het was 143, dus ik was best wel een beetje angstig. Ik dacht, nou, ik hou me een beetje rustig. Het was eigenlijk een sporthart, hè? 143 dan. Ja, ik loop wel op 164 soms, ja, 170. Als je al een kwartier, 20 minuten zit. Nee, dat weet ik niet. Ja, Manu heeft zo'n metertje. Ja, ik ook. Die zei,
Nee, maar het is echt zo'n een ja. app met je, waar je vingers op moet doen. Maar hij zegt tegen mij, je bent niet goed gaan zitten, een glaasje water. Dus na een kwartiertje, 20 minuten had hij gemeten 143. Dus hij zegt, ik wil dat je naar de eerste hulp gaat. Ik zeg, ik niet, want het is kerst. Dan houden ze me daar. Nou, zegt Roos, het is misschien wel een goed idee. Ik zeg, ik niet, ik ga wel naar de huisarts. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Bij de huisarts geweest. Maar ik heb natuurlijk helemaal geen moer in huis. Gelukkig dacht ik, oh, ik heb altijd wel een potje of een dingetje, ik maak me niet druk. Even een broodje roosteren. Ik dacht, nou, weet je, eerste keer dacht ik, nou, ik ga even, ik had nog wat kaas, een beetje broodrooster uit de vriezer gehaald. Zet de broodrooster aan, ik zit in de slaapkamer. Zit ik te appen met mijn vriendin, nou, en ik hoor klik. Ik denk, oh, het brood is klaar, ik ga het zo halen. Dus ik sta op, ik kom in de keuken, ik denk, oh mijn god, wat is dit, zeg, zulke vlammen. En mijn broodrooster. Ik nog eens kijken, ik kon niet geloven. Ik dacht, nou Roos. Maar de fik gaat er goed in, hè, dan, hè? Ik denk, nou Roos, dit is niet de manier en de tijd om in de paniek te vliegen. Hup, actie ondernemen. Ik stek het eruit, keukenraam op, hup, op de galerij. Maar die broodrooster is maar dus natuurlijk niet goed dat die verbrand is, toch? Dus, maar het wordt zo, dan vlieg je haar. Het was een arme, eenzame kerst. Maar ja, gelukkig, de brand, ik woon bij Health City, één straat. Verder, dus de brandweer is altijd wel dichtbij. Maar ik appte naar mijn buurvrouw, je hoeft niet de brandweer te bellen als je brand ruikt, want ik heb het zelf al geblust. En wat stierf het dan, hè? Oh, maar was het ook gewoon zo'n roos dat je, ja, zoals ik ja, heb? Ja, ja. Is toch niet goed hoor, Roos? Nee. Nou ja, dus misschien moet ik... Wat was jouw kerst? Ja, dat was mijn kerst. Eenzaam en alleen. Godverdorie. Nou, we gaan het plaatje voor je opzetten, eenzame kerst. Ja, oh, wat ja. erg. Ik ben er doorheen gekomen. Toch? Hartje klopt nog, een ja. roosje. Ja, maar ja, dat is toch wel iets om in de gaten te houden, hoor, ja. Roos. Ja. Nou ja, ik ga ook vanmiddag even langs de dokter, want ik heb gelukkig ook weer overal last van. Dat is ook altijd fijn. Mijn oren gedaan, uit laten spuiten. Even langs voor de bronchitis. Longtest, oogtest, oortest. En dan zien we het wel weer, hoe het allemaal gaat. Nou, gezellig jongens. Ik ben samen met Mies, Hans en met Mark. En we gaan even naar de Harbor Club. Want we zijn uitgenodigd met een show van Hans Klok. En misschien dat we nog wat trucs van hem kunnen leren. Mies, wat zeg jij ervan? Nou, ben je niet zo spraakzaam, hè? Nee, nou wil je me niks zeggen, hè? Jij wil liever niet op die vlog gewoon, hè? Vind je vervelend, of niet? Moet je het gewoon zeggen, hè? Die stoel iets naar voren. Welke stoel, Mies? Wat zeg je, Mies? Die stoel kan iets naar voren. We gaan gezellig naar de Harbor Club, hè, Mark? Ja. Mies en Alt, maar het is wel een entree, hè? De stenen liggen al klaar. Het is echt geinig. Maar dat geldt zeiden. Hé, hey, daar hebben we Brie en John. Nou, dat was toch echt wel goed, hè? Ja, ja. Dat is een top, hè? Ja, dat is mooi, hè? Goed timing, hè? Goeie timing, hè? Nou, we zijn in ieder geval op tijd, denk ik. Kan ik van jullie de jas aannemen? Nou, ik mag jas aan. Maar zij, jullie hebben wel een jas aan. Hou je dit aan, Mark? Hou jij het ook aan? Ja. Maar ze zijn dubbel gevaccineerd met een booster. Ja, precies. Ja. Zie je ook een booster gehad, hè? Ja, ik heb een booster. Mooie jas. Ja, dank je. We zijn leuk. Helemaal hip, we zijn het oversized. Ja, is toch leuk? We zijn uitgenodigd door Nick Niels. En je weet, je kunt mij natuurlijk ook gewoon volgen op TikTok, Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter en natuurlijk mijn eigen vlog of www.gerardjoring.nl. Nou mensen, ik geloof dat ik nu toch wel heel veel heb gegeven in deze vlog. Ik hoop dat je het leuk vindt. Alvast bedankt nog steeds voor alle mooie reacties die ik krijg na het overlijden van mijn moeder. Ik kan alleen maar zeggen dat het hartverwarmend is en dat de brieven, de kaarten en alle appjes die ik krijg ontzettend lief zijn en heel veel steun geven. Hartelijk dank. Ik wens iedereen een onwijs fijne week. Een dikke kus van Geer en tot snel.